boek staat, dat is de zin. En toen, daar gaf zij zich aan hem. Zo ingetogen was Flaubert. En de godslastering betrof het beschrijven tot in detail van de toediening aan de stervende Madame Bovary van de laatste sacramenten, de heilige sacramenten der stervende. En dat wordt beschreven en dan houdt de priester Emma Bovary het kruisbeeld voor en dan kust ze dat. En dan schrijft Flaubert, het was de vurigste liefdeskus die ze ooit had gegeven. Kijk, en als ik dat lees, komen mij de tranen in de ogen. Voordat ik het vergeet, ik heb een cadeautje voor u meegenomen, Gerard. Ik zal het even kijken. Ik zal het meteen openmaken. Schilder. Dat is mooi, hè? Kijk, het is gemaakt door Mariet Numan. Dat is Maria Hemelvaart, hè? Dat dacht ik toch, dat is ons... Het hondje van mijn programma, dat is Koosje. En dit is, zoals u wellicht ziet, een brandende poppenwagen. Ja, nou ja, niet zo oneerbiedig. Nee, maar... Ja, ik vind het erg mooi, hoor. Prachtig, hè? Ja. Zo. Heel mooi. Zeg, bedankt, hoor. Dankjewel, Gerard, dankjewel. En ook namens de kijkers, van harte gefeliciteerd. Joop, als jij nou eens een mooie plaats voor opzoekt, eventjes. Wil je dat doen? Om het op te hangen? Ja, dan wil ik Gerard nog iets... Ga lekker zitten, Gerard. Dan wil ik... Enveloppen met inhoud. Enveloppen met... Even kijken waar nee, je... Nee, is het ook in het schrift. Carrie van Brugge schrijft dat, dat het zo'n merkwaardige manier van spreken is, want ze zou wel eens het gezicht van de jubilaris moeten zien met een enveloppen zonder inhoud. Even kijken. Waar ben je langs, jockey? Zo. Gerard, je bent nou 70 jaar, hè? We kunnen het niet... vaak genoeg herhalen. Heb je nog, behalve schrijven, andere plannen voor de toekomst? Andere ideeën bedoel je? Ja. Ik heb altijd het beetje zoveel mogelijk buiten de politiek gehouden, maar ik heb gedacht dat ik misschien een bepaalde staatkundige idee aan die... Neem me niet kwalijk. Aan de jongeren kunnen overdragen. Ik bedoel... Mag ik daar nog iets bij voor? Graag. Dan moet je het wel leeg drinken, want het is een ander merk dit. Dat vragen ze me wel eens vaker, wil je de fakkel aan de jongeren overdragen? Ik zeg, nou, ik ben nog Thank niet zeker ervan. Want ze steken er waarschijnlijk alleen maar kerken, scholen en ziekenhuizen mee in brand. Maar ik heb ideeën van een nieuwe stadkundige partij. Maar dat denk ik toch dat andere mensen dat moeten doen. Dat ik dat voorstel en dat zij moeten kijken. Hoe moet die partij heten? Die zou heten, ik heb het een beetje opgeschreven, heel voorlopig hoor. Ik noem er een paar punten, want het is een heel belangrijke partij met veel punten natuurlijk. De partij zou heten, in dit beschriftsgrondslager, enige geheel nieuwe stadkundige partij. Naam van de partij, Algemene Heimweepartij. Kortweg ook AHP of AH-partij genoemd. En de doelstellingen van de partij zijn 1. Terugkeer tot God. Door boete, gebed en zoveel mogelijk goede werken. 2. Terugkeer van Nederland in het heilige Roomse Duitse Rijk. Dus haakjes 1648 Nederduits, 1993 Wederduits. 3. Het zoveel mogelijk rijp maken voor het Rooms-Katholieke geloof van dieren. Vooral de wolven, de kangaroe, alle de buideldieren, hoogstaande vogels... Vooral die enigszins kunnen spreken en sterk naar God verlangen, zoals de vele zingvogels. En dan natuurlijk een belangrijk punt, niets besluiten buiten Rome om, als het kan. En 6, mededogenloze klassenstrijd van de bourgeoisie tegen het proletariaat. En dan 8, bevordering en verbreiding, desnoods met alle wettige middelen, van het revisme. En dat staat ondergegeven te Randstad Advent 1992. Dus ik heb het heel lang in portefeuille gehouden. Maar nu het volk luistert, wil ik spreken. En de verkiezingen komen dichterbij, dus... Daarom. Je hebt gelijk. Oh ja, mag ik nog even uitleggen?
Mag ik nog even uitleggen? Had jij nog geen eens aan gedacht? Ook in nee, waarom ik de aansluiting van Nederland bij Duitsland bepleit. Omdat onze taal wordt niet meer gedoseerd. Er is geen taalonderwijs meer. Het wordt een brabbeltaal. En als Nederland weer bij Duitsland terugkeert zoals het behoort, dan moeten de mensen allemaal Duits leren. En dat kunnen ze niet met al die naamvallen. Dus dan komt er een bovenlaag aan de macht van intelligente en welgestelde mensen. En dan komen dus de rijke mensen weer aan de macht. En dan hebben de arme mensen geen macht meer. Want rijke mensen zijn goed en arme mensen zijn slecht, anders waren ze niet arm. Zo kan die wel weer, Gerard. Zo kan die wel weer. Wijze worden. Zo kan die wel wijze weer. Worden. Wel, ik zou zo graag... want we moeten nu een beetje gaan eindigen, want het programma loopt ten einde. Ik wou jullie allebei heel erg bedanken voor de genoten gastvrijheid vandaag. Maar ik zou je nog graag willen vragen om tot slot... we zitten nu hier en niet in de studio... om je dagsluiting te ja, de uur is gevorderd, ja, hè? Dat is wel leuk. Dat we gaan zo dadelijk op één oor, maar ik wil toch mijn volk toespreken nog. Op deze gedenkwaardige dag. Graag. En dan het zo min mogelijk over mezelf hebben. Kijk, ik begin natuurlijk weer met de aanhef zoals het hoort. Lieve jongens en meisjes, beminde broeders en zusters in Christus. Het ging vandaag bij mij thuis over de ouderdom. Iedereen wil erg oud worden, maar als hij oud is, vindt hij het helemaal niet fijn meer. Dat is het gekke. De mensen zijn eigenlijk nooit tevreden als ze niet krijgen wat ze willen. En als ze het wel krijgen, zijn ze ook niet tevreden. Maar ik heb natuurlijk veel over de ouderdom nagedacht. En ik heb daar een heel somber gedicht over geschreven, al bijna 30 jaar geleden. En dat zou ik nu willen voorlezen. De werkelijkheid is gelukkig niet zo erg als het in dit gedicht beschreven wordt. En dat gedicht heet, dat zal u niet verbazen dat het zo heet, Op mijn ouderdom. Geschreven en gepubliceerd voor het eerst in het jaar van de genade 1964. Dat is niet voor oorlogs, maar toch geruime tijd geleden. Op mijn ouderdom. Indien ik toch geruime tijd leef, word ik een oud man. De wanhoop is nog groter geworden. Maar veelvuldiger dan ooit word ik aangezocht inleidingen, lezingen, hallo, voordrachten uit eigen werk te komen houden voor inrichtingen van onderwijs. Om mijn geitenstrot hangt het te wijde boord van het smetteloze overhemd, waarop de das met streepjes. Mijn gelaat is een varkenslederen masker. Soms, als de samenkomst wegens fraai weder in de tuin van de campus wordt gehouden, ben ik de enige die het koud krijgt en huivert in zijn boersnieuw, duur donkerblauw en aangemeten pak. Het vuur in mij brandt nog maar laag. Een meisje schrijft alles op en als ik zeg, die en die, die vind ik wel een groot dichter, dan schrijft ze neer in groot en leesbaar schrift, die en die is een groot dichter. Als ik mijn eigen, door de dood naar mij teruggevoerde stem hoor, wil ik schreeuwen dat het geen zin heeft nu allen dood zijn en dat ik naar huis wil. Maar wie begrijpt dat? Plotseling staat de wind stil en is er een schaduw over alles en hijg ik van angst. Maar voor wie of wat dan toch in Gods naam? Nou ja, als u oud bent of u jong bent, het doet niet ter zake. Ik neem nu afscheid van u en ik wens u een gezegende en goede nachtrust. Als nu voor u de arbeid begint, prettige arbeid, nare arbeid, bij een zieke, bij een stervende waken, verbonden zijn aan de politie, aan de Rijkswacht, die al die heroïsche, heldhaftige meisjes en jongens. Ja, ik wens u dan een goede, veilige, gezegende arbeid. En tot ziens. God zegen u. Dit was TV Puree. Meer zeg ik niet.
Goedenavond, lieve jongens en meisjes, beminde broeders en zusters in Christus. Zoals ik al eerder beloofd heb, ga ik u weer een prachtig gedicht van mijn hand voorlezen. En bij al die gedichten heb ik ook wel eens gedichten geschreven met een zekere aandachtige, vrome overpeinzing. En dit gedicht in kwestie is geheten, misschien een beetje gewaagde titel, Pedofiel Nachtlied. Als ik een knapenkoor hoor zingen van lieve heiland heisasa, van Jezus Christus halleluja, dan stromen mijn tranen neder terwijl ik denk, wat moet er van die jongens worden? Een mooi geloof, een groot geloof, een waar geloof ook. En daarbij wat een akoestiek. Maar wat is toch de aardigheid van levenslang op iemand wachten die telkens tot zijn spijt verhinderd is. Ja, dat zijn die overdenkingen die iedereen wel eens overkomen. En je kan niet altijd geloven, je kunt niet altijd vertrouwen hebben. En het leven is ook veel verdriet, wanhoop enzovoort enzovoort. Dat is allemaal geen nieuws. Maar ja, ter sterking, wat kan ik eigenlijk doen? Wens ik u een gezegende en rustige en als het kan ook veilige nacht. En God behoede u allen. Tot spoedig ziens, hoop ik. Ik dank u.